Surinaamse ingezetenen die gestrand zijn in het buitenland moeten zich verplicht herregistreren op de COVID-19-website. Het ministerie van Volksgezondheid zegt in een persbericht dat het invullen van het online formulier verplicht is. Op die manier krijgen de Surinaamse autoriteiten de nodige informatie om de terugkeer naar Suriname zo goed mogelijk voor te bereiden en uit te voeren. De procedure voor terugkeer naar Suriname te midden van de COVID-19-crisis is als volgt. Het invullen van het repatriatieformulier. Bij aankomst op de Johan Adolf Pengel luchthaven te Sanderij moeten de instructies van het NCCR nauwkeurig worden opgevolgd. Er is transport naar de overheidsquarantainelocaties en het minimale verblijf in overheidsquarantaine is 48 uur. Bij goedkeuring van de thuisquarantainelocatie zullen de burgers zich onder begeleiding van het NCCR verplaatsen naar het thuisquarantaineadres. Thuisquarantaine is optioneel en alleen mogelijk als betrokkenen bereid zijn de kosten voor de beveiliging op zich te nemen. En de periode voor quarantaine is gesteld op minimaal 14 dagen na aankomst in Suriname.